En welkom weer bij een nieuwe video van Made by Siem. Welkom bij onze vakantievideo. Zoals beloofd heb ik heel veel geprobeerd te filmen, maar het was mijn eerste keer vloggen, dus vergeef me als het soms niet goed te zien is. Wij vinden het super fijn om relaxed op vakantie te gaan, dus we hadden besloten dat we al een nachtje hotel wilden gaan doen voordat we weg zouden gaan. We vertrokken op 7 oktober richting Schiphol Airport. En mijn papa was er lief om ons weg te brengen. Dus wij sprongen in de auto, bepakt en bezakt met allerlei koffers. En toen zijn we richting Schiphol gegaan. En bij Schiphol aangekomen, toen heeft papa ons daar afgezet. Hij is weer teruggereden naar huis. En wij zijn via Schiphol door de plaza heen gelopen. Eerst even langs onze favoriete plek als we op Schiphol zijn, want hoe beter kun je vakantie beginnen door even lekker te gaan liggen in een massagestoel. Sorry voor het gewoel. Even chillen. Na vijf hele minuten chillen, gingen we snel door naar ons hotel. En naar welk hotel gaan we toe? We gaan naar het Hilton! Dankzij Aad, Desiree en ik. Super dank jullie wel, lief schatten. Aangekomen bij het Hilton. En nou, roltrap naar beneden genomen, zoals je die daar kan zien. Want beneden, dan moet je je aanmelden. Nou, dat heb je allemaal gedaan. En dan kom je op een gegeven moment boven. En boven zagen we deze jongen staan, die we wel erg grappig vonden. Toen dacht ik, ik ga ook nog even het uitzicht van bovenaf van de brug filmen. En dat is wat je hier ziet. Wij zijn natuurlijk al binnen geweest, hè? Dus even de lamp aandoen. Als je de lamp aan wil doen, dan moet je de kaart in het slot daarvoor zetten. Nou, hier staan onze koffers. En hier, hallo, daar ben ik. Dan is hier het bed. We hebben vannacht hier al geslapen hoor. Dus niet dat je denkt van, oh, dat ziet er lekker beslapen uit. Dat klopt, we hebben hier vannacht al geslapen. Maar het was gisteravond wat te donker om nog een foto te, of een, ja, nog een video te maken. Dit was ons, dit is nog steeds eventjes ons uitzicht. Schiphol is daar. En kijken. Normaal gesproken, we zitten nu in het Hilton. Normaal gesproken, als we naar Schiphol gaan, dan gaan we naar. Even kijken, waar ben je? Hier. Dit hotel. Daar zitten we normaal gesproken. Dat is in principe ons favoriete hotel. Maar dit was wel echt een hele beleving. Het was heel vet om een keer meegemaakt te hebben. Dus daar is Schiphol. Nou, dan heb je hier nog een bureau. Luxe stoel, telefoon en nou ja, je kan daar volgens mij nog allerlei dingen ook inzetten. Dan hebben we daar een tv. We hebben nog wat drinken gehaald en een luxe stoel. Dan loop ik eventjes terug en dan heb je hier nog een koffiebar.
kan je koffie en thee zetten. Nou, met alle verhalen over wat er gebeurt met waterkokers in hotels hebben we dat niet gedaan. Daar heb je dan nog de minibar. Zoals je kan zien hebben we daar geen gebruik van gemaakt. En daar dat wel ons eigen drinken mee. Dus dat is de minibar. Dan zit hier nog een garderobekast. Kijk, nog extra kussen en een extra dekbed en een strijkbout en een strijkplankkluisje. En dan krijg je zo, heb je dan weer de voordeur en daarna staat buiten. En dan heb je hier de badkamer, ook daar hebben we al gebruik van gemaakt. Een spiegel over de hele lengte. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Een spiegel. Fijne wasbak, toilet. En dan heb je hier zeg maar het douchegedeelte. Dus we maken hier gebruik van Carpentry. Ik kende het niet. Het is blijkbaar een luxe merk of zo. Bodylotion en handwash. En in het douchegedeelte heb je de showergel, shampoo en conditioner. Ik moet zeggen, ruikt echt wel heel lekker. Hoi! En dat was de tour van kamer 0641 in het Hilton op Schiphol Airport. Ja, en voordat je gaat vliegen, dan is het natuurlijk verstandig om ook even goed te ontbijten. Dus dat hebben we ook gedaan. Een heerlijk ontbijt hebben we cadeau gekregen van Tamara en Alisa. Dank jullie wel, lieve schatten. En het was een beetje awkward, een beetje raar, om zo in het openbaar te filmen. Maar ik heb het wel gedaan. Het was super druk, maar ik heb het wel gedaan. Ik heb het ontbijt gefilmd en ik weet alleen niet zeker of het allemaal heel goed zichtbaar is. Maar ik heb mijn best voor jullie gedaan. Dus, kijk hier hoe het ontbijt eruit ziet bij het Hilton op Schiphol Amsterdam Airport. Oh ja, en ik kwam er ook nog achter dat ik vergeten was om alle foto's te maken. En ik was ook vergeten om de sappenbar en zo de melk en dat soort dingen. Om daar ook eventjes een video van te maken. Dus die moet je er nog bij denken. Nou, zo staat het je. Hier gaan we zo lekker ontbijtje nuttigen. Baked mushrooms, tomatoes. Sausages, bacon, allerlei sausjes. Dan hebben we hier crackers, fried eggs, pancakes, eggs. Soort van saladebar. Hier dan de kaas en zo. En nog wat ontbijtpoetjes. Na het ontbijt zijn we naar boven gegaan, hebben de koffer gepakt en uitgecheckt. En na het uitchecken namen we dezelfde weg terug als we gekomen waren. Op weg naar het afgeven van de koffers. En daarna mag je de douane door. Dat is ook een dingetje, maar dan ga ik jullie lekker niet meer lastigvallen. Wij vlogen met de IJslandse maatschappij Play. Dat is een budgetmaatschappij. Maar dan ga je via Gate M en daarachter heb je niet zoveel winkels als dat je normaal gesproken hebt. Hou daar rekening mee. De vakantie was natuurlijk al begonnen. Kijk, ze zitten al, jottejoel. De vakantie was natuurlijk al begonnen op het moment dat we richting Schiphol gingen. Lennart die heeft een timelapse video gemaakt. En dat is een video die je kan maken door heel veel kleine fotootjes achter elkaar. Dat doet het apparaat zelf hoor. Hij heeft daar een GoPro voor. Die zet heel veel foto's achter elkaar. En dat lijkt alsof dat het dan zeg maar versneld afgespeeld wordt. Super handig voor dit soort video's. En ook leuk om jullie op deze manier mee te kunnen nemen.
We taxiën op dit moment richting het punt waar we gaan opstijgen. En ja, ik vind dat altijd super spannend. Het moment dat je de lucht in gaat en je hebt dan ook een beetje de druk op de oren en zo. Dus ik heb altijd mijn oordopjes in. En dat helpt op zich nog wel redelijk tegen de druk. Hier moesten we nog even wachten op wat verkeer dat er aankwam. En hier moeten we ook nog even wachten. En als je goed kijkt, zie je in de achtergrond zie je nog wat vliegtuigen ook opstijgen zo meteen. Dat vind ik altijd zo vet om te zien. Ja, dat vind ik echt super gaaf om te zien dit. Nog heel even wachten en dan is het zover. Dan een klein stukje nog. Dan nog wat verkeer en dan nu gaan we echt daadwerkelijk. Dat gaat heel snel. Versneld afspelen via timelapse. Huppakee, voor je het weet zit je gewoon in de wolken en ja, dan zit je alweer boven de wolken. Zo snel gaat dat met een timelapse. In het echt is dat niet zo hoor. Dan raad ik niet zo snel. Wat ik nou eigenlijk niet wist, is dat Lennart de landing gefilmd heeft in Amerika. In IJsland hebben we niet de mogelijkheid gehad om een filmpje te maken. Ik hoorde op een gegeven moment mijn naam opgeroepen worden toen we in de rij stonden bij de douane. En zei tegen mij van, hey joh, dat klinkt hier allemaal een beetje hetzelfde. Nou, dat was dus wel zo. Ik stond bij de douane, daar kwam ik gewoon doorheen. En toen moest ik later nog een poortje door, vlak achter de douane. En daar werd ik tegengehouden. Loopt u maar eens even mee. Lennart was er al doorheen. Nou, dat is niet fijn hoor, als je niet weet wat je te wachten staat. Dus ik daar naartoe gelopen, het onbekende aangegaan. Moest wel, ik had geen keuze. Dus ik daar naartoe. En op een gegeven moment toen moest ik een nummertje trekken. En ik had al gevraagd ze van, maar waar is dit dan voor? Nou, je bent genomineerd of je bent ertussen uitgepikt door de Amerikaanse overheid. Maar waarom ik eruit was gehaald, dat vertelden ze niet. Later bleek dus dat het gewoon om een drugstest ging. Want ja, je komt uit Nederland. Dus ja, dan zal je wat drugs bij je hebben. Of in ieder geval kunnen hebben. Dus, maar goed, er was natuurlijk niks aan de hand. Dus ik denk 10 minuten later of zo, een kwartier later, kon ik weer naar Lennart toe. En konden we samen weer verder. Maar dat vond ik toch wel niet heel fijn. Het is wel een ervaring. Dus de volgende keer, als je maar niks bij je hebt wat niet mag, dan hoef je eigenlijk gewoon nergens bang voor te zijn. Dan komt het helemaal goed. En dit is dus toch de landing in IJsland. Ik dacht dat dit de vlucht was naar Amerika toe, maar dit bleek dus toch de landing te zijn naar IJsland. Dus we tikken zo even de grond aan en dan moesten we even wachten. Dan gebeurt het hele verhaal wat ik je net verteld heb. En dan gaan we door naar onze vlucht in Amerika. En dit is dan onze vlucht, weer gefilmd via een timelapse naar Amerika. Dit is eigenlijk al onze landing, dus we zijn er al bijna. Super mooi, kijk zo'n mooie blauwe lucht boven de wolken. En we gaan zo meteen lekker onder de wolken, door de wolken heen. Onder de wolken, we hadden echt heel erg mooi weer. Kijk eens wat een mooi landschap. Echt waanzinnig mooi. Toen kwamen we met Stewart aan, Stewart International Airport, waar we zo meteen landen. En dat is niet een heel groot vliegveld. En we hadden geloof ik, ja, ik moest heel nodig plassen, dus we was snelweg eens plassen nog daar. Vind niet zo fijn om in een vliegtuig te gaan. En toen waren we geland en ik denk dat we met zo'n, hoe lang zal het geduurd hebben? Ik denk een kwartier of zo hadden we onze koffers al. Dat was echt heel snel. En toen werden we al heel snel opgehaald door onze vriend Patrick. En ja. Toen zijn we eigenlijk heel snel doorgegaan naar Walmart. Maar dat zie je in deel 2. Want ik ben het lekker even wezen shoppen. En dan weet je wel waar. Dankjewel voor het kijken. Tot in deel 2. Kijk. Dit bedoelde ik met die roltrap, zeg maar. Dat lijkt net alsof je heel hard gaat. Ik loop heel zachtjes. Ik zal de volgende nog even laten zien. Ik ben even aan het filmen van mama. Kijk, hier heb je de volgende. Kijk, en dan loop je heel zachtjes. Want je ziet hoe zachtjes ik loop. En kijk opzij. Hallo. Lullo.
Ah, vermoeiend ben jij. Maar zag je dat? Hoe? Ja, dat hij heel hard loopt, zie je dat?